Geldermalsen, die zijn allemaal heel luidruchtig, maar ik heb ze niet gehoord. Dat Tiel wieler-minded is, is al langer bekend. In dat kader bezien doet wielerclub De Weirijders regelmatig een stevige duit in het zakje door fietscrosswedstrijden te organiseren van hoog niveau. Op het schitterende complex aan de Schaarsdijkweg in Tiel, waar veel renners en publiek ontvangen werden. We hebben vandaag hier het Nederlands clubkampioenschap van de NFF, de Nederlandse Fietsersfederatie. En waarbij alle clubs uit Nederland, de BMX-clubs, strijden om de titel de beste club van Nederland. We hebben vandaag te maken met 26 verenigingen, waarvan wij als Tiel er eentje zijn. En ze komen echt uit het hele land, dus vanaf Groningen tot aan diep in Brabant aan toe. Hoeveel renners doen er nou mee aan deze clubkampioenschappen? We hebben vandaag te maken met ongeveer zo'n 400 inschrijvingen. Helaas door het warme weer hebben we wel wat afzeggingen gehad. Omdat het toch echt wel redelijk warm is met een fietsgespak met een helm en alles aan. Maar desalniettemin een mooi aantal. Zeker ook in lijn met de wedstrijd die we eerder dit jaar hebben gehad. Een topcompetitiewedstrijd van de KWU. Waar we ruim 600 rijders hadden hier op dit terrein. Natuurlijk vergt het veel organisatie zo'n wedstrijddag. Er waren zo'n 90 mensen bij betrokken. Maar het is ook goed voor de clubkas. Dat is heel goed voor de clubkas en dat is ook echt iets wat we eigenlijk heel goed kunnen gebruiken. We hebben natuurlijk 2 jaar corona hebben we gehad en nu gelukkig weer wedstrijden. En op naar volgend jaar en volgend jaar staat er waarschijnlijk heel wat groots te gebeuren hier in Tiel. Met waarschijnlijk internationale allure wedstrijd. Dus dat komt eraan. Wethouder Carla Kreuk-Wilderman, belast onder andere met sportzaken, was ook aanwezig. Zij was onder de indruk van de organisatie. Ik wist wel dat het groot was en ik heb ook vaak zat gezien dat er hier heel veel rijders actief waren en even zoveel supporters die hen kwamen aanmoedigen. Maar dit is wel iets heel moois dat ze dat naar Tiel toe hebben gehaald. Ze was zelf ook een enthousiaste bezoeker, zo liet ze blijken. Als wethouder sport, zeker ook als wethouder gezondheid, dus dat is een mooie combinatie. Een wethouder wordt natuurlijk blij als hij mensen ziet sporten, bewegen en bezig ziet met hun passie. Nou, en dat is hier volop aanwezig. De boodschap voor de vereniging is, ga vooral zo door, complimenten. Niet alleen voor de vereniging zelf, maar ook voor de vrijwilligers die hier dit allemaal hebben mogelijk gemaakt. Mensen, Tiel, kom vooral eens kijken. Niet alleen op de baan was er veel talent te zien, maar ook de speaker was van hoog niveau. Noah Dijkman, hij schuift daar even op naar plekje nummer 1. En dan zit die man uit Nuland daar aan zijn buitenkant. Gaat hij daar dan nog voor doen? Wij gaan kijken daar op die eerste plek. En inderdaad, daar komt die aanval uit Nuland. Daar komt Ted van der Zanden. En hij weet hier dan dus als eerste te